What's up YouTube? Hier is Francisco weer. Achter de camera hebben we Chelsea. En ik zat te denken, het is vrijdagavond. Iedereen is aan het bowlen of aan het uitgaan. Maar wat zal ik eens gaan doen? Ik denk, laat ik het eens even over een topfilm hebben. The Vanishing. Jullie zullen al in eerste instantie wel denken, waarom heeft hij een DVD in plaats van een Blu-ray? Nou, dit is zo'n topfilm, die verdient alleen maar één product en dat is een DVD. Waar gaat die film over? De hoofdrolspeler is Hayden Christensen. Ja, iedereen vraagt zich af wie dit is, maar dat hoef ik niet meer uit te leggen, denk ik. Die mensen die Star Wars kennen. Dat is dat kleine jongetje. Ja, het is nu een grote jongen geworden, dat is logisch, want het is een enge film natuurlijk. The Vanishing, waar gaat die over? Nou, The Vanishing, je weet al wat dat betekent in het Engels, denk ik. Mag ik hopen. Dat is een film over Christian Haydensen. Wat die ook alweer in de film is, dat weet ik niet meer. Maar dat ga ik nu even proberen uit te leggen. Het gaat over dat hij in een stad zit, of aankomt in een stad waar alles donker is. En als je in het licht stapt, dan verdwijn je spontaan. Dus hij komt de stad in. En dan gaat hij uitleggen aan ons wat er gebeurt als je in het licht staat. Zoiets. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond het eigenlijk geen reet aan, deze film. Daarom is hij alleen maar op DVD uitgebracht en niet op Blu-ray. Ik heb wel betere gezien van hem. Dat is niet deze. En ook niet de Star Wars film. Maar het is wel vermakelijk als je bijvoorbeeld niks te doen hebt. Op een vrijdagavond. Dan zit je voor je uit te staren. Naar de tv en dan denk je, wat zal ik eens gaan kijken. Zit je te klikken op Netflix. En dan zie je The Vanishing. De enige echte. Nou, dan denk ik, nou, dan hoef ik niet meer na te denken. Dan ga ik deze natuurlijk kijken, hè. Wat kan ik nog meer vertellen over deze topper? 9 out of 9, vind ik. Althans. Ja, er spelen hele andere acteurs in die ik nog nooit gezien heb. En nog nooit van gehoord heb. Maar het zullen wel allemaal toppers zijn natuurlijk. Anders spelen ze niet in deze film. Ik zou zeggen, doe een poging. Doe een poging en ga deze kijken. Want je hebt een top zaterdag of een vrijdag. Of welke dag dan ook. The Vanishing. Met Hayden Christensen. Topper. Maar, niet getreurd. Ik heb nog onder de volwassen kijkers van ons heb ik nog een andere film. En dat is de Justice League. De troon van Atlantis. Als ik moet gaan uitleggen wat de Justice League is. Nou, dat wil ik best wel doen, maar dan zitten we hier nog 3,5 uur. Dat is met Batman, Superman, Wonder Woman en Cyborg en de Flash. Maar de Flash zit hier ongetwijfeld niet in. Want het speelt zich allemaal af in het water. Dus heb je niet aan iemand iets die hard kan rennen. Dus dat is dus helemaal niks. Wat kan ik over deze film zeggen? Nou, het speelt zich af onder water in Atlantis. Met allemaal vismensen. Ja, je zou denken vismensen. Ja, het is een film. Het is ongelooflijk. Maar er is gewoon een film van uitgebracht. Met Batman en Wonder Woman. Het is niet de eerste beste film die ik ooit gezien heb van DC of DC. Wat we normaal zeggen. Want anders klinkt het WC, maar het moet DC zijn. Wat zal ik nog meer zeggen over deze topper? Ja, ik moet hem zelf nog kijken, maar ik vind het nu al een topper. Ja, wat zal ik nog meer zeggen? Ik bedoel, ik zou hem gaan kijken. Hij staat volgens mij ook op Netflix. Maar ik heb hem op DVD. Ik zou aanraden om hem op DVD te kijken. Dan blinkt het uit natuurlijk. Ja, ik zou zeggen geniet ervan. En kijk lekker deze twee toppers achter elkaar. Dan heb je heel veel kijkplezier.
Neem wat popcorn of een chipje of een colaatje. Of een bakje met koekjes waar chocola omheen zit. Ook heel erg lekker. Ik ben alleen even de naam kwijt hoe dat heet. En kijk deze film lekker weg. Samen met je geliefde partner of alleen of met je opa en oma of je vader en moeder of je hond en je kat of je kippen. Doe het met iets. Ja, dan kijk je het met heel veel plezier weg. Als je dit nog meer wil zien, ik heb nog een hele stapel onzichtbare andere films hier in mijn hand. Daar kan ik nog meer over lullen. Als jullie dat allemaal nog willen bekijken, abonneer dan op mijn kanaal. Geef twee dikke duimpjes, zoals de vorige keer bij het krasspel. En dan kijken we met heel veel plezier weer naar het volgende filmpje die wij gaan tonen. Ik zeg, laters, tot de volgende keer. Peace out.